Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1405, als ik goed tel, met een uitzending voor vandaag, 10 september 2018. Dit is een ochtenduitzending. Dit is de bulletin dus van maandagochtend. Vandaag is de data 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Ik zag gisteren, net als afgelopen jaren, een impressie maken van de ballonvossenjacht van de dag ervoor voor in de Daily Minutes. Dat had enige complicaties, zoals bleek. Er waren dingen die technisch en organisatorisch misgingen. In het verleden maakte ik vaak voor de zekerheid twee opnamen van de ballonvossenjacht. Dat ging nooit mis en ik had gisteren mijn tweede computer nodig voor iets anders, dus ik besloot het met één opname te doen. Het ging in het verleden nooit mis, toch? Nou, dat ging het dus nu wel. Het bestand van de tweede opname is corrupt. Ja, de tweede opname, het tweede deel van de ballonvossenjacht. En dus staat de prijsuitreiking er niet op. In voorgaande jaren had ik behalve de lange opname ook korte opnamen gemaakt. Bijvoorbeeld van de prijsuitreikingen van de start. Ik hoefde dan niet in de grote bestanden die uiterst traag worden ingelezen te zoeken. En dat spaarde veel tijd. Tja, in het verleden was het vaak al om 16:30 afgerond, of soms zelfs eerder de ballonvossenjacht. Maar gisteren was dat om 18:30. Dat was een half uur voor het uitzendtijdstip van de Daily Minutes. Kortom, ik zou dit om 19:00 nooit gered hebben. Vandaar heb ik de uitzending laten vervallen om het nu vanochtend beter te doen. Dit staat alles overigens in schril contrast met de rest van de dag gisteren, waar in elk geval zo te horen voor de luisteraar niets mis leek te gaan. De ballon viel in een hoge boom. Hoe krijg je die naar beneden? Nou, een van de twee teams die het eerst bij de vos waren, had een soort grote hengel bij zich, waarmee de ballonzonde vrij gemakkelijk uit de boom gehaald werd. En de start, die was niet alleen op tijd. Er is een foto met een breed, smilend startteam, omdat ze ruim op tijd alle checks en werkzaamheden voor de start hadden afgerond. Ontspanningsmomentje staat er boven de foto. Verder was het weer ronduit fantastisch voor de camerabeelden vanaf de ballon, die lange tijd vrijwel stil leek te hangen en daarbij slechts heel langzaam naar een hoogte boven de 30 kilometer zweefde. Om klokslag 1 uur vond de lancering plaats, gepresenteerd door PA3 Foxy en Key Mike. Ja, Pip, zijn we nou live, ja of nee? Want de oplating gaat zo plaatsvinden. Zeg maar nu. Oké. Iedereen van harte welkom bij de 40ste ballonvossenjacht alweer. Nou, de ballon ziet er weer prachtig uit. Maarten, hoe voelt die jongen? Ja, hij is goed. Alles mooi weer en weinig wind nog hier. Dus het gaat helemaal goed. Oké, zitten er nog verrassingen in de zonde? Nee, het is wat verbeteringen, maar geen verrassingen. Oké, goed. Arno, jij hebt de eer om de ballon te mogen dragen. Ja, mooi hè. Het is echt geweldig. Is toch wel een van de hoogtepunten van je leven, of niet? Nou ja, dat wordt 20 kilometer. Okay, dat wordt 20 kilometer. Nou, dan zie ik natuurlijk ook nog een van de vaders van de ballonvossenjacht, Misha. Hallo. Hoi. Hi. Ik ben ook aan het lopen met een shoot in mijn handen. Dus het is een beetje creatief praten zo, maar goedemiddag, Remco. We staan hier wel midden in de prut, jongens. Oh. Nou, moeten we even kijken of we dat zo schoner kunnen maken. Hé, dat hadden we nou niet verwacht. Een beetje prut mag de pret niet drukken. Dat is waar. Nou, we staan hier op de geheime plaats waar de ballon opgelaten wordt. Het is de bedoeling dat het een echte pijlevenement wordt. En dus niet mensen met windprofielen proberen te voorspellen waar die neerkomt. We hebben een lekker windje, moet ik zeggen. Het blijft natuurlijk altijd wel spannend of die weer mooi omhoog gaan. De situatie zit als volgt. Eerst de ballon, dan hangen de twee parachuten onder. Lange tijd niks en daarna de transponder. En de ballon is, ik wou zeggen, bijna los. Maar Maarten heeft het nog vast. 1, 2, nog een keer. 3. En bij deze is de 40ste ballonvossenjacht een feit. De uitgangsfrequentie van de transponder is 145.475. Je gaat erin op 432.550. En de ATV-center staat op 1252 megahertz. Ik moet het nog even zeggen, iedereen die aan de jacht meedoet, veiligheid gaat boven alles. Dus hou je ogen ook op het verkeer. En zorg ervoor in ieder geval dat je geen probleem vormt voor je medeweggebruikers. Dan geef ik de microfoon weer terug naar het commandocentrum. De vooraf geheime lanceerplek was by the way in de omgeving van Barneveld. De ballon trok vervolgens eerst met zo'n 70 km per uur richting oost-noordoost, min of meer de snelweg volgend. Na een half uur was de hoogte een kilometer of 4.
Oost-noordoost van Nieuw-Milligen bleef de ballon vervolgens min of meer stabiel. De hoogte nam nog wel toe, zo'n drie kwartier na de start was die 7,5 kilometer. Af en toe werd de ballon daardoor een windvlaag gepakt en maakte dan een plotselinge beweging. Rond 2 uur was de hoogte 9 kilometer en dreef de ballon richting Apeldoorn. Kort over 2 was de melding onder andere dat het verplaatsingsgedrag van de ballon in horizontale richting wispelturig was. De hoogte is dan inmiddels 10 kilometer. Om 2:30 hangt de ballon op 13 kilometer, maar stijgt niet veel meer en de horizontale beweging is ook niet bijzonder spectaculair. Om 2:45 beweegt de ballon zich op 17 kilometer hoogte in oostelijke richting. 2:45 zit de ballon bij de Nederlandse plaats De Lutte, nabij de Duitse grens, niet ver van het bekende Bad Bentheim. De hoogte is dan 2 uur en 1 kwartier na de start, inmiddels 22 kilometer. De horizontale beweging buigt daar af, iets meer naar het noorden. Een 3:30 later, om 3:45, hangt de ballon nagenoeg stil op 25,7 kilometer hoog. Om 4 uur beweegt de ballon zich op ruim 30 kilometer weer terug Nederland in, richting de plaats Oldenzaal, waar de ballon om 3:03 klapt en dan met een duizelingwekkende snelheid naar beneden valt. Wilde beelden van de camera aan de ballon zijn het gevolg. Het ziet er tegelijk intrigerend en een klein beetje sinister uit. De valsnelheid is dan inmiddels enorm. Binnen 4 minuten gaat de ballon van 31,6 kilometer hoogte naar slechts 24 kilometer hoog. Om 4:20 is de ballon net over de grens bij Bad Bentheim, zo'n 9 kilometer hoog. 10 minuten later is de daalsnelheid nog steeds vrij hoog. De hoogte is nu 5 kilometer en de verplaatsing nog steeds richting oost. 3 minuten later is de hoogte al 1 kilometer en na 2 minuten bereikt de ballon weer terra firma. Nou ja, een flinke boom. En nog 1 meter of 10 te gaan dus. Dit was om 4:50, de ballon was op dat moment nog niet door een van de teams gevonden. Om 4:45 komt dan het bericht dat de ballonsonde is geborgen. Iedereen wordt verzocht naar de plek van de landing te komen. Het laatste team met Lodewijk PA3BNX en Rob PA5ROB komt tijdens de prijsuitreiking aan. Je kunt volgens mij zeggen dat het peilen naar de ballonvos in populariteit toeneemt. In totaal waren er 54 teams op pad, waaronder opmerkelijk veel mensen die in hun eentje peilden. Winnaar is Papa Alpha 8 Whisky samen met Tony PNL-TGA, die ik na ruim 30 jaar niet gezien te hebben, zelfs op het onrustige camerabeeld nog in een flits herkende. Tweede is PG8M met Patrick en Bernadette. Derde PA1JRN Wouter en PA3AUV. Verder Raymond, Jessica en PA2AR, die zoals gezegd werd de top van de pijlers van de 27MC zijn. 5 PA3DFR en PD4EJP. 6 PD4C. 7 PC2I, PC2L, PD2E en Mart. 8 PD2CSD en PD1DBL. 9 PE5PVB, PE2AVD en Pascal. En 10 PA0SOM, PA3BQP en PNLMLH. Of je nou meedeed of het evenement van het huis via de ether of via internet volgde, het was een zeer geslaagde dag. Een immense klus voor degene die het allemaal verzorgd en georganiseerd hebben. Dit jaar bestond het team uit 30 personen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Mocht deze uitzending om een of andere reden de komende tijd een keer niet doorgaan, dan kun je hem in veel gevallen wel beluisteren via youtube.com/pa0ete. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.